Molly is hier terechtgekomen omdat de mensen die hem eerder hadden een kindje verwachten en daarom hebben ze hem afgestaan aan het asiel. Molly is een reutje, gecastreerd en heel lief. Die is ook heel speels, maar ook heel actief. Dus de mensen die hem zouden willen adopteren, zouden ook wel graag moeten wandelingen doen. Dagelijkse wandelingen. Olly is dus een keeshond waarbij dat zijn vacht dus ook wel redelijk wat verzorging vraagt. Daar moet er mee rekening gehouden worden dat de trimsters wel regelmatig een keer nodig gaan zijn ofwel dagelijks een keer kammen van de vacht. Het ideale gezin of baasje zou zijn een rustige thuis. Maar mensen die wel echt actief zijn, dus veel mensen Rand van West-Vlaanderen leeft met je mee.